Opnieuw is er een TBS'er ontsnapt van de Nijmeegse pompenkliniek. De man ontsnapte tijdens begeleid verlof. Dat vind ik wel heel erg hoor. Ik ben er wel een beetje bang voor. Ja, ik vind wel dat ze het beter moeten gaan beveiligen. Ja, dat wel. En verder in het nieuws vandaag. Onderzoekers nemen scholieren mee naar het strand. Een universiteit viert 100-jarig bestaan met 100 acties. Opnieuw is er een TBS'er ontsnapt van de Nijmeegse pompenkliniek. De man ontsnapte tijdens begeleid verlof. De kliniek heeft een opsporingsteam FastNL van de politie ingeschakeld om de man op te sporen. Het is overigens niet de eerste keer dat er een TBS'er ontsnapt uit de pompenstichting van ProPersona. Advocaat Joep Knoester bevestigt in de Telegraaf dat het gaat om Bert O. Volgens meerdere media is hij een zedendelinquent en Knoester zegt niets te weten waarom zijn cliënt er vandoor is gegaan. Waarvoor O is veroordeeld, dat wil Knoester ook niet mededelen. De advocaat denkt niet dat er acuut gevaar dreigt en zegt dat O mogelijk uit frustratie is gevlucht. Er zijn geregeld ontsnappingen bij deze kliniek. Uit de TBS-kliniek van de Pompenstichting in Nijmegen zijn twee mannen ontsnapt. Woensdag ontsnapte er opnieuw een TBS'er uit de Nijmeegse Pompenkliniek. Hij zou tijdens een begeleid verlof bij iemand in de auto zijn gestapt en zo zijn gevlucht. Vorig jaar juni ontsnapten Sherwin Winster en Luciano D. En later in het jaar stak een andere voortvluchtige een vrouw neer tijdens zijn verlof. Maar hoe denken Nijmegenaren hierover en voelen zij zich nog wel veilig nu dit de zoveelste TBS'er is die vlucht? Meneer, wat vindt u ervan dat er opnieuw een TBS'er is ontsnapt? Nou, dat is niet goed. Daar moeten ze beter voor opletten. Nou, eerlijk gezegd wist ik helemaal niet dat ze iemand was ontsnapt. Ja, ik hoorde het gisteren. Dat vind ik wel heel erg hoor. Ik ben er wel een beetje bang voor. Ja, ik vind wel dat ze het beter moeten gaan beveiligen. Ja, dat wel. Ja, dat mag wel. Ik vind het toch wel verstandig dat er een beetje beter opgepast wordt. Ja, ik zou zeggen, het slot erop, hè. Goed slot erop. En dan kunnen ze niet weg, hè. Ja, dit keer was er begeleid verlof. Daarmee stoppen? Nee, dat geloof ik niet. Nee, zijn mensen moeten ook kans krijgen om weer terug te komen, hè. Ja, ik denk dat het echt incidentiële dingen zijn. En dat over het algemeen dat soort verlof en beleid heel goed gaat. En dat gewoon alleen de dingen die in nieuws komen, die niet goed gaan. Dus wat mij betreft hoeven daar niet meer maatregelen op te komen. Maar ja, ik wilde sowieso niet ergens alleen lopen. Dus dan, zo. In Nijmegen weet je het maar nooit, ook al is het geen TBS. Ja, daarom. Ja, uit het jaarverslag van TBS Nederland over 2021 bleek dat er in dat jaar in het hele land ruim 68.000 begeleid en onbegeleid verlofbewegingen waren. In twee gevallen ging iemand er vandoor tijdens begeleid verlof. Nou, die trend is al sinds 2018 globaal hetzelfde. Maar gemeente Nijmegen gaat er niet over. Maar toen in 2019 ook sprake was van meerdere ontsnappingen, sprak burgemeester Brul zijn zorgen uit over het verlofbeleid. Nou, op deze huidige situatie reageert hij het volgende. Burgemeester Bruls is over de onttrekking gisteren geïnformeerd door de kliniek en de politie. Hij is natuurlijk geschrokken door deze onttrekking aan het verlof en hoopt op spoedige aanhouding. Het ministerie van Justitie kijkt continu naar de verlofregeling en of begeleiding verbeterd moet worden. Nou, vooralsnog zien zij geen reden voor aanpassing. ProPersona wilde geen toelichting geven over de huidige situatie rondom Bert O. en wat de regels zijn van begeleid verlof. Daarvoor verwijzen ze ons door naar hun eigen website. En dan. Tijdens het wetenschapsfestival Radboud Kids brengen basisschoolleerlingen van verschillende scholen uit Nijmegen een bezoek aan stadeiland Veurland. Onderzoekers van Radboud Universiteit nemen de leerlingen mee in de wereld van hun aan het eiland gerelateerde onderzoek via leuk en leerzame activiteiten. Zo komen zij op een interactieve en laagdrempelige manier in aanraking met diverse onderzoeken van verschillende faculteiten. Deze dag is georganiseerd omdat de universiteit is 100 jaar dit jaar. En dat willen we vieren met mensen uit heel Nijmegen. En dit is een van de activiteiten en hier hebben we kinderen uitgenodigd om op het eiland met ons de verjaardag te komen vieren door allemaal wetenschapsactiviteiten. Op de eerste dag van het 100-jarige jubileumfeest van het Radboud staan kinderen centraal. Volgens Jan vormen zij een belangrijk onderdeel van de toekomstige wetenschap. En dit is waarom. Ja, kinderen zijn onder andere de volgende generatie wetenschappers. Maar ook kinderen die geen wetenschapper worden, die krijgen ook te maken met wetenschap in het dagelijks leven. En door een beetje kennis te maken met wetenschap, krijgen ze in ieder geval een beetje een idee waar dat over gaat. Er worden vandaag meerdere activiteiten georganiseerd. De activiteiten staan in verband met de verschillende faculteiten binnen de Radboud Universiteit.
Op deze manier krijgen de kinderen een gevarieerd programma aangeboden. Nou, eigenlijk alle faculteiten hebben een activiteit. En onder andere geschiedenis is hierachter onderzoek aan het doen naar het masker en, en de ruïne die daaronder ligt. Maar er zijn ook, worden ook proefjes gedaan wat is de invloed van sport op het hart. Dit en nog veel meer is er te doen vandaag. We zijn benieuwd wat de kinderen zo leuk vinden aan dit festival en de activiteiten. Ik vond het ook leuk om meer te weten over wat hier is gebeurd, ja, 200 jaar geleden, 2000 jaar geleden. En dat ik dan ook weet dat dit een voorteerst was, want dat wist ik nog niet. Deze dag was niet alleen leuk, het was ook nog eens erg leerzaam. We vroegen ons af wat de kinderen allemaal geleerd hebben. Ja, ja, wel over het fort en zo en over, ja, over dat, dat er ook nog andere dingen waren die dan verdwenen zijn en dat de rivier, hoe heet die, dat die pas 10 jaar oud is. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. De Radboud Universiteit bestaat 100 jaar en viert dit door middel van 100 acties voor de stad. Zo werden vandaag de Waalstrandjes schoongemaakt. Het Beuningsfestival Down the Rabbit Hole heeft de line-up voor aankomende editie compleet gemaakt met de komst van 8 nieuwe namen. Hieronder zijn onder meer Elephant, Yusuf en Nick Mulvey. Het festival vindt van 30 juni tot en met 2 juli plaats op het recreatiegebied De Groene Heuvels. De publiekstrekkers van dit jaar zijn onder meer Stromae, Fred Again en Paolo Nuntini. Door personeelstekorten slagen veel gemeenten er niet in om alle geplande projecten uit te voeren. Daardoor blijft er volgens VNG regelmatig geld over op de gemeentelijke begroting. Dit effect wordt onderuitputting genoemd. De Rijksoverheid concludeert het jaar erop vaak dat gemeenten daarom toe kunnen met minder financiën. De VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, adviseert daarom aan gemeenten om realistischer te begroten. De gemeente Nijmegen kijkt daar echter heel anders tegenaan. Uitstel dan wel vertraging van projecten betekent volgens Nijmegen niet dat men geld overhoudt op de begroting. De Hater Run, een hardloopwedstrijd in Heteren, maakt zich klaar voor de 6e editie, die op 11 juni zal plaatsvinden. Voor het evenement is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers, zo laten ze op Facebook weten. Er worden onder meer nog handjes gezocht voor de op- en afbouw en voor het regelen van het verkeer. Jezelf aanmelden als vrijwilliger of juist als deelnemer kan via haterrun.nl. Kunstenares Lindsay Hoogveld, bekend van het Witte Kerkje in Slijk-Ewijk, doet op Facebook middels een aantal foto's verslag van haar deelname aan Colorfield Performance. Bij dit kunstproject in Park Lingenzegen in Elst is het de bedoeling om binnen 1 dag een schilderij te maken dat samen met alle andere werken weer 1 groot kunstwerk vormt. Hoogveld laat weten dat ze het spannend vond, maar dat het wel is gelukt. En zaterdag 20 mei gaat in Nijmegen de Roorse Week weer van start. Homo-jongerenorganisatie DITO laat via Instagram alvast een overzicht van de activiteiten zien die in die week te doen zijn. Zo is er een skateworkshop, filmavond, lezingen en workshops. De week wordt vrijdag 26 mei afgesloten met een dansavond in café Marcus Antonius. De Radboud Universiteit bestaat dit jaar 100 jaar. In het kader hiervan worden op initiatief van studenten en medewerkers van de universiteit 100 gebaren gemaakt om Nijmegen te helpen en mooier te maken. Zo worden onder andere de Waalstrandjes schoongemaakt. Nou, wij zijn hier vandaag om het Waalstrandje schoon te maken. Er ligt vaak veel zwerfafval. En dat doen wij omdat de Radboud Universiteit hier in Nijmegen 100 jaar bestaat. En wij hebben in het kader van dit lustrum 100 gebaren bedacht. Die zijn bedacht door studenten en medewerkers en die worden ook uitgevoerd. En dit is een van die gebaren. Nou, we hebben verschillende studenten en medewerkers van de universiteit verzameld die het leuk vonden om een middagje mee te helpen. We hebben in samenwerking met de DAR in Nijmegen de materialen verzameld. En wij gaan ons hier vanmiddag verspreiden over dit terrein om al het zwerfafval op te ruimen. De Waalstrandjes zijn volgens de studenten en medewerkers een belangrijk onderdeel van Nijmegen. Ja, de Waalstrandjes zijn natuurlijk een bekende hotspot in Nijmegen. En veel studenten en medewerkers komen daar ook graag. Dus die willen we ook graag schoon houden. En vandaar dat we bedacht hebben, nou, misschien kunnen we dus met studenten en medewerkers een middagje ons inzetten om het zwerfafval op te ruimen. Er hebben uiteindelijk 9 mensen zich aangemeld om mee te komen prikken. Ze hebben ieder hun eigen reden hiervoor. Ja, ik vind het heel belangrijk dat de natuur van die Nijmegen zo rijk is, dat die gewoon schoon blijft.
En vooral hier op de Waalstrandjes is het zo dat bijvoorbeeld na deze brug is het Natura 2000 gebied. En het stuk na de volgende brug is ook Natura 2000 gebied. En het is gewoon een beschermd natuurgebied waar veel dieren leven. En ja, als het dan allemaal troep in de natuur ligt, dan kunnen dieren daar veel last van ondervinden. En ja, ik denk dat het dus belangrijk is dat dat ook voor zowel dieren en mensen zo schoon mogelijk gehouden wordt. Vooral veel achtergelaten plastics, dus kleine snoeppapiertjes en dergelijke. Maar wat je ook ziet op de Waalstrandjes, als het weer wat warmer weer is, dan zijn het ook vooral heel veel achtergelaten barbecues. Zowel lege als volle bierflesjes, zeg maar, en blikjes vind je ook wel. Nou, omdat het wel goed is om alle Waalstrandjes schoon te houden. En in de zomer komen altijd heel veel mensen hier en ik zelf ook. En soms zie ik wel hoeveel troep er achter wordt gelaten en dat is erg zonde. Ik vind het asociaal als mensen niet hun eigen troep opruimen. Soms dan pak ik het troep van andere mensen ook nog even op, omdat ik het gewoon niet netjes vind. En dan het weer. We zaten vandaag gunstig hier in het oosten van het land, want het begon hier pas met regenen tegen de middag. Uiteindelijk kwamen we er niet meer onderuit en zal het ook door blijven regenen tot in de nacht. Morgen hebben we de meeste nattigheid wel gehad, maar er zullen verspreid over het land nog wel enkele buien ontstaan. De meeste tijd zal het wel droog zijn, maar de zon krijgen we waarschijnlijk niet te zien. Het wordt morgen zo'n 15 graden. De dagen erna blijft de kans op buien aanwezig, hoewel dat er niet heel erg veel zullen zijn. De zon laat zich langzaamaan steeds vaker zien en de temperatuur klimt weer iets omhoog naar 18 graden op vrijdag. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!